Miron herinnerde zich nog maar weinig van de bevalling van Riven. Onlangs kwam de allerlaatste babyvlog van Enzo online, waarin Miron bevalt van een zoontje Riven. Het was een ontzettend heftige dag, met veel intieme momenten, maar ook veel twijfel. Alles stond klaar. Het bad was gevuld met water en de verloskundige was er om Miron te ondersteunen. De verloskundige schatte dat het nog zo'n 4 tot 5 uur zou duren voordat de bevalling echt zou beginnen. Alleen twijfelde Miron enorm of ze dat wel zonder verdoving aan zou kunnen. En dus stond Enzo klaar om te vertrekken. Hij had zelfs al het kinderzitje en de vluchttas in de auto gezet. Maar net toen Enzo klaar was met het voorbereiden voor de autorit naar het ziekenhuis, was er geweldig nieuws. De bevalling van Miron was officieel begonnen. Een enorme opluchting voor Miron, want dat betekende dat ze niet meer naar het ziekenhuis hoefde. De hele bevalling duurde maar liefst 24 uur. Maar uiteindelijk werd Riven helemaal gezond geboren. Een aantal uur na de bevalling, op dezelfde dag, lagen Enzo en Miron samen in bed en blikten ze terug op de bevalling. Miron zei: "Het is echt gek, want je bent nu alweer een beetje vergeten hoeveel pijn het deed. Het is echt niet normaal." Zelfs weken later, in de babyvlog, zegt Miron dat ze de pijn alweer vergeten is. Ondanks dat het de ergste pijn was die ze ooit in haar leven heeft gevoeld. Miron is super blij dat de bevalling is gefilmd, zodat ze het nog altijd terug kan zien. Even daarna beseffen Enzo en Miron dat ze eigenlijk nog niemand hebben laten weten dat Riven is geboren. Maar dat maakt ze op dat moment helemaal niets uit. Het nieuwe gezinnetje geniet van het moment in hun eigen bubbel met Riven. Nu, meer dan 4 weken later, vertelt Enzo in de babyvlog dat hij ook veel details van de bevalling is vergeten. Enzo legt uit dat hij voorlopig geen nieuwe vlogs gaat maken en dat hij de 6 weken vaderschapsverlof, die hij eerder had aangekondigd, volledig zal opnemen. Hij vindt het enorm belangrijk om er voor zijn gezin te zijn. Wij zijn ontzettend benieuwd hoe de vlogs de aankomende tijd eruit gaan zien en wens het gezin veel geluk in de toekomst.